net kerstavond gevierd met mijn ouders. Goedemorgen, vandaag zijn we 24 december en vanavond is het kerstavond. Jij! Daarvoor ga ik naar mijn ouders. Gaan we het gewoon redelijk klein houden. Mijn broer komt. En degene die in Dublin zat. En ik kom. En mijn zus komt hier mee met ons. En zo gaan we het vieren. Zoals je merkte, moest ik nog eventjes wel aan het aanzet. Het is ook de laatste dag dat ik moet werken van dit jaar. In de Palingbeek. Ik heb echt geslapen als een roosje. Te worden op Christmas. Oké. Even een goed stress momentje had. Ik vond namelijk mijn autosleutels niet. Op het moment dat ik zou overtrekken, vond ik mijn autosleutel niet. Ik heb dan echt een half uur gezocht op alle mogelijke plaatsen. Ik heb 4 keer mijn papierbak ondersteboven gekeerd. Ik heb mijn wasmand ondersteboven gekeerd. Ik heb mijn zetels verschoven. Ik heb onder mijn zetels gaan liggen. Ik heb zelf hier op de natte grond gaan liggen. Om te kijken of die niet onder mijn auto was gevallen. En uiteindelijk heb ik hem na 5 keer zoeken in de wasmand gevonden. En allee, na 5 keer in de wasmand te zoeken en na een half uur thuis te zoeken. Ah. Gelukkig is vandaag geen vergadering waarvoor ik op tijd op mijn werk moet zijn. Anders zou dat echt aan buis zijn. Want ja, ik ben de enige van de Palingbeek die vandaag werkt. En het is dan nog één van de bosgroep die vandaag werkt in zijn boom, maar samen verder zijn we alleen. Dus. Oké, we gaan vertrekken. Finally! Hallo, het is 10 voor 11. En ik ben aan het wandelen in de Palingbeek. Vandaag lukte het toch ook echt niet met het werk. Ik was de enige in onze bureau die aan het werken was. En dan heb je zoiets van, ach, iedereen heeft vakantie en ik moet werken. Maar ja, het was ook wel rustig en zo aan de andere kant. Maar nu heb ik besloten om nog wat beweging te krijgen voordat de feestdagen beginnen. En voordat we van etentje naar etentje gaan. Wat altijd heel gezellig is, maar ik voel me dan vaak nogal. Eerst wel arme spieren kijken voordat ik dat doe. Of buikspieren, want amai, dat doet pijn. In het lager deed nu echt niks liever dan op zo'n ding te hangen en trucjes te doen. Ik was toen al niet zo super goed in, maar nu is het echt erbarmelijk slecht. Volgende bel. Lekker modderig dit pad. Dat is weer gevallen. Goed dat ik mijn wandelschoenen aan heb. Ik ga misschien het beste zak pakken ervoor voordat ik mijn auto kruip. Alleen voordat ik ze in mijn auto zet, want ik ga er niet meer rijden. Oh nee, ik kijk die broek aan die vandaag. Vanavond. Oh. Niet slim voor me. Denken als je in zo'n mooie domein werkt als dit, ga je elke dag wandelen. Ja, maar nu niet. Soms ga ik hier wandelen met collega's over de middag. Maar eigenlijk is het al heel lang geleden terug. Goed voornemen voor 2020 misschien. Voor wie geïnteresseerd is. Charles zelf verbreid. Jas is van Primark. Twee H&M. En
zwarte broek is van New Look. We komen naar de Palingbeek voor het Wereldoorlog 1 geschiedenis. Hier staan de ransels, tassen van de soldaten. En dit is Hedgerow Cemetery. Een begraafplaats die gelegd is geweest en die daarna terug gebombardeerd is geweest. Dus alle graven staan nu in een mooie cirkel, omdat ze niet precies weten waar wie ligt. Hedgerow Cemetery is trouwens de laatste stopplaats in een van onze modules. Voor de scholen, is voor het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en voor het eerste, tweede secundair onderwijs. Daar dan verder denk ik ook nog. Maar daar ga ik niet met zekerheid zijn. En dat is een module waarin hij het verhaal volgt van een 18-jarige soldaat die ook op die begraafplaats ligt begraven. Een klein beetje meer reclame voor de Palingbeek. Die module is trouwens niet alleen te boeken voor scholen, maar is ook perfect te boeken voor gezinnen, families en verenigingen en zo. Doelgroep voor gezinnen met kinderen. Dus als je zegt, ik ben op zoek naar een leuke familieuitstap, of je zit in een vereniging en je bent nog op zoek naar een leuke uitstap, dit is één. Aangezien ik toch zo goed reclame aan het maken ben, ik ga de link er ook meteen onder zetten. Niet voor betaald, ik werk hier gewoon. En als je in de Palingbeek wandelt, zie je al van het hoefleermuizenkast. Zoals daar. En wil je meer te weten komen over vleermuizen in de Palingbeek? Ha, dan onze vleermuizenzoektocht doen. Superleuke zoektocht met zakje en al. En een masker en een badge. En een heel boekje te koop in het bezoekerscentrum bij mij. Of bij mijn collega's. Of bij mijn collega's in de stad als wij gesloten zijn. Sinds vrijdag zijn we officieel winter, maar in het bos is daarvan nog niets te zien. Ik zit in vetverbranding op dit moment volgens mijn Fitbit. En dat is fijn. Maar ik doe het eigenlijk niet daarvoor. Ik doe het meer om mijn hoofd leeg te maken en wat te genieten van de rust en de natuur. Voordat de drukke feestdagen beginnen. Nu lijkt het alsof ik zo echt een rampperiode vind. Maar dat is het niet. Ik wil gewoon het bluh gevoel bestrijden. In de Palingbeek hebben we ook boompjes. Met zo'n kader er rond. Met een blauw kader of een rood kader. En dit is om... Deze boompjes hebben ze gezet op de lijn waarin de geallieerden en de niet-geallieerden of zoiets, dus de Duitsers en de Belgen om het simpel te houden, dicht tegenover elkaar stonden. De ene, de blauwe is voor de Belgen denk ik en de rode is voor de Duitsers. Dus ze hebben allemaal boompjes geplaatst. Daar op dat pad staat er een rood boompje. Dus dat betekent dat ze eigenlijk echt niet ver van elkaar zaten. Om het beter te tonen, daar is er een blauwe boom en daar zijn er rode bomen. En dat trouwens de Ieperboog, de wandelrust die daar rond gemaakt is. En hier in de Palingbeek zitten we met Ieperboog Zuid. En die ga je dus volgen door deze poortjes te volgen. En dat zijn de knooppunten van de wandelknooppuntenkaart. Daar heb je het bekende ei van Koen van Mechelen en misschien de nog bekendere kip. Ik zit nu aan de inrijlaan van de grote parking en de wandelaar zegt dat ik naar daar moet. Maar ik ga naar daar om een hoek af te steken van de lus. Of eigenlijk de helft af te steken van de lus. De lus is nog lang. Dus sorry als je niet zo fan bent van al deze reclame voor de Palingbeek. De vlag is verschengeld geraakt in de boom. Nu heb ik heel dit stuk gedaan.
tot hier. Nu ben ik gelopen naar hier en ga ik dit stuk doen. En hier ga ik daar gewoon terug rechtdoor wandelen. Of nee, ik ga wat hè, hier rechtdoor. En dan hier ergens ga ik terug zo. Of daar. Afhankelijk waar dat modderst is. Deze borden zijn nieuw en vertellen het verhaal van de oude vaart. En die staan langs de oude vaart. De oude vaart is hier trouwens het water. Oh ja, bij die wandeling, bij die borden van de oude vaart hoort ook een wandeling, de oude vaart wandeling. En die is iets kleiner dan deze grote Oranjeles elf. Het is volk. De eerste mensen die ik tegenkom vandaag in het bos. Ik wil trouwens nog eventjes iets uitleggen. Morgen is het de laatste dag dat ik dagelijks vlog. Maar daarna blijf ik vloggen. Niet meer dagelijks. Alhoewel dat in de kerstvakantie wel waarschijnlijk bijna dagelijks zal zijn. En dan komt het weer online op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag. Woensdag een speciale vlog en zaterdag af en toe een gewone video. Ik heb net mijn 8000 stappen behaald, dus mijn doel elke dag. En ik heb het gehaald. Yes! En nu ga ik een mandarijntje eten. Want ik heb een klein hongertje en dat mag wel, want het is 20 na 11. Nee, 20 na 12. Ja, 20 na 12. Dit is een van de vleermuis schuilplaatsen. En dit wordt de oude sluis genoemd. Ik moet eerlijk bekennen, hij heeft er al beter bij gelegen. Veel beter. Op dit modderige stuk lag ik bijna op mijn poep. Het blijft voor eeuwig en altijd het mooiste plekje uit de Palingbeek. Het is officieel gemaakt. Kijk, het mooiste natuurplekje van uw gemeente. Tijd voor het laatste adventscadeautje. It's something in my eye. This musical book. Net kerstavond gevierd met mijn ouders. En kijk wat er onder de normaal door ook kerstavond trouwens gekadoed. Maar van mijn mama kreeg ik toch een paar dingetjes. Namelijk deze leuke kussenslop. En deze leuke kussenslop. Daarnaast kreeg ik ook een super leuk hoesje. Wie herkent deze? En ik kreeg dit om mijn wafels uit te halen. Dit miste ik echt nog zo hard in mijn keukenschuif. Het was trouwens een zeer gezellige avond bij mijn ouders. En het is nu 10:55 en we zijn thuis. Ik heb trouwens vandaag 15.000 stappen gezet. Ik denk dat mijn wandeling daar wel iets mee te maken had. En morgen komt mijn vader 8:45. Dus dat betekent dat ik iets vroeger ga moeten opstaan. Ik denk dat ik rond 7:30 ga zetten. Want ik moet nog vlogs editen. En ik zou graag ook morgen willen douchen. Dus. Oeh, het is ook nog tijd voor een chocolaatje.
En vandaag zijn we ook naar de Action geweest. En Action Hall komt nog in deze, wordt aan deze video geëdit of komt in een andere vlog. Afhankelijk hoeveel materiaal ik nog nodig heb voor deze vlog. Het is tijd voor vakje 5 van deze adventskalender. Wie het verhaal nog niet wist, ik had boodschappen gedaan bij Lidl een paar dagen geleden. En ik kreeg een gratis adventskalender. En nu ga ik die gewoon openmaken tot die op is, elke dag eentje. En vandaag is het een kaarsje. Ja, ik kan het niet zien. Het was uiteraard niet gewoon alleen maar heel gezellig vandaag. Het was uiteraard niet alleen leuk omdat dat we cadeautjes kregen op het einde van de avond. Het was ook gewoon heel erg gezellig. We hebben ons ferm aflachen. Ook omdat we oude video's hebben gekeken. Met gênante momenten. En oude joopfragmenten en zo. Dat was gewoon heel erg gênant. Ik ga onder de wol kruipen. En dan zie ik jullie morgen weer. Morgen is het kerstmis. Ik weet nog niet welke stukjes ik ga kunnen filmen. Bij mijn gezin kan ik niet echt filmen. Dus u wil zien. Ik kan ook gewoon veel sfeerbeelden filmen namelijk morgen. We zullen zien. Tot morgen.